Welkom weer allemaal, beste kijkers, bij Drimmelen Politiek. We zijn weer een maand verder. Er is weer een opinieronde. En vanavond staat er op de rol dat er gediscussieerd wordt over de tarieven van het ophalen van ons vuil, welk soort dan ook, in 2025. En of er wel of niet een zomerronde extra of niet extra bij het ophalen komt. Dus valt veel te praten. We gaan het meemaken. Welkom Jacques Razenberg, raadslid van de VVD, al een hele tijd. Welkom. Nou, de afgelopen maand volgens mij, afgelopen december, heeft de raad een amendement aangenomen over de DIFTAR. Wat is DIFTAR? DIFTAR staat, dat is eigenlijk een afkorting, staat voor gedifferentieerd tarief. Dus DIF is gedifferentieerd en TAF is tarief. Ja. En wat houdt dat in? Dat je afval kan indienen met een eigen keuze. Dus gedifferentieerde tarief, dat betekent de grijze bak. Hè. Voor het restafval betaal je een bepaald bedrag. Voor GFT, groente, fruit en tuinafval, betaal je een bepaald bedrag. En ook voor de PMD zakken. En dat staat voor plastic, metaal en drankkartons. Kartons. Ik wou zeggen, waar blijft het papier? Maar dat is dan. Hebben we dan ook nog. En die bieden we dan ook één keer in de maand aan. Dus en daar hebben we allemaal verschillende tarieven voor. En dat is dus gedifferentieerd tarief. Oh, vandaar de DIFTAR. Ja, ik snap hem. En het doel van DIFTAR is dat je eigenlijk zo min mogelijk restafval produceert. Dat is dus de grijze bak. Ja. Als je dus je afval heel goed scheidt, dan heb je heel weinig restafval. Want de andere afval, hè, GFT, PMD en papier, is eigenlijk geen afval, want het is een product. Nee, dat gaan we hergebruiken. Dus dat is geen afval. Nee. Dus dat willen we bereiken met DIFTAR. Nee. Ja, dus en dan is het ook in dat stuk dat ze ervan uitgaan dat de vervuiler betaalt. En dat kan je natuurlijk op verschillende manieren benaderen. Ja. En het is natuurlijk, hoe gaan we om met dat milieu om dat zo goed mogelijk niet slecht te benutten, laat ik het zo zeggen. Zeker, klopt helemaal. Ja, hè, toch? Klopt, vroeger deden we het gewoon met een zakje en dan zetten we op de stoep neer. En dan, het is toch wel een heel verschil. Dat is een heel groot verschil, hè? Ja. Dus, en dat's... jullie gaan dus nu met elkaar van mening wisselen, zeg ik dat goed? Ja. Over die tarieven, hoe die nou weer worden. Worden ze duurder dan? Nou, wat er voor ligt nu, straks wat we gaan bespreken, is om die tarieven, en met name de grote verandering is, zou dan kunnen zijn de grijze bak nog wat duurder te maken. Waardoor je nog meer stimuleert dat we minder restafval gaan produceren en meer gaan scheiden. Dat is wat er voor ligt. En vervolgens ligt er ook nog iets voor wat we gaan doen met de GFT-bak. Of we dat nog wekelijks willen doen of twee wekelijks in de zomer. En scheelt dat veel in kosten dan? Zeker. Als je als laatste GFT-bak, de groene bak, niet meer wekelijks laat ophalen, maar om de twee weken. Dan gaat ons vastrecht, het tarief wat iedereen gewoon betaalt, gaat dan daardoor naar beneden. Oh, dus iedereen heeft een starttarief, vastrecht noem je dat dan? Vastrecht is dat. En dan is het daarna afhankelijk van hoeveel keer je de groene container of andere containers... Zeker. Want dat geldt ook voor de andere containers. Ja, dus papier en de PMD is gratis, dat weet iedereen. GFT betaal je een laag tarief, dat willen we ook zo houden. Dat staat ook in het voorstel, dus dat willen wij als VVD ook gewoon zo houden. Alleen die grijze bak die kan wat ons betreft ook nog wat duurder worden. Waardoor we nog een beter resultaat halen in ons scheiden van afval en minder produceren van restafval. En dan moet je natuurlijk niet van het slechtste van de mens uitgaan, maar... Hoe staan jullie er dan tegenover dat je misschien een risico zou hebben van, hoe noem je dat ook alweer, bermafval? Ja, dat zit ergens anders of het bij de buren. Illegaal storten, hè? Ja, het illegaal storten, mensen die willen wel eens, dat is ook onderzocht, hè? Alles wat je dus aanpast aan je tarieven, dus het duurder maken van bijvoorbeeld die grijze bak. Het effect daarvan, van deze illegale dumpingen, die kan je even merken, maar na een korte tijd, een half jaar of een jaar, zitten die weer op hetzelfde niveau als daarvoor. Dat is dus gebleken uit onderzoek. Dus dat valt reuze mee. Dan hebben we het altijd over, dan zal dan wel iedereen dat gaan doen. Is dus niet zo. Dus... En weet jij heel toevallig waar Drimmelen, gemeente Drimmelen ongeveer staat als je dat landelijk
bekijkt, ja. Zijn wij duur of niet duur? Nee, wij zijn zeker niet duur. Wij zijn zeker niet duur als je het vergelijkt met andere gemeentes. Mm-hmm. Maar goed, als wat wij nu gaan voorstellen, worden eigenlijk nog steeds nog goedkoper. Dus voor de mensen die het goed doen, worden we nog goedkoper. Dus we zijn zeker geen dure gemeente. Mm-hmm. En het voordeel is, we hebben gewoon een keuze die de mensen hebben. En in sommige gemeentes is dat helemaal niet. Dan betalen ze dus een heel hoog vastrecht tarief. Ja, ja. Voor iedereen hetzelfde. Wat je ook aan afval produceert of hoe je ook scheidt, maakt niet uit. Want er zijn ook gemeenten, bijvoorbeeld Breda, waarbij je zo zonder kosten naar de Milieustraat kan gaan. Ja, klopt. En hier niet. Ja, dat wordt altijd gezegd. Zonder kosten. Ja. Alleen die kosten zitten allemaal verrekend in je tarief. En dat is heel hoog in Breda. Ja. Ik weet er van. Ja. Dat is heel hoog. Ja. En als je het gewoon hier in Drimmelen heel goed doet met afval scheiden, betaal je per jaar ongeveer de helft wat je betaalt als je in Breda zou willen woont. En zijn hier in deze gemeente ook halve bakken? Kleine bakjes? Of heeft Drimmelen dat niet? Ja, die hebben we wel. Hè. GVT bijvoorbeeld wat hoogbouw, hè, dus flatjes, daar hebben we wel wat kleinere bakjes. Maar wat we ook hebben in hoogbouw, noemen ze dan hoogbouw, dus met verschillende lagen. Hè. Dus daar hebben we ook ondergrondse, waar mensen zeg maar hun afval in kunnen brengen. En dan betalen ze elke keer als ze daar iets in doen. Oké. Ik wens je heel veel succes straks met de mening van jullie partij, de VVD, naar voren brengen. Ja. En ik ben heel benieuwd wat er uitkomt. Of jullie hebben een keuze natuurlijk. Zeker, zeker. Okay. Volgens mij heb ik er al iets van gezegd net, wat de keuze wordt. Nou, dankjewel. Oké, graag gedaan. Het was leuk. Welkom Peter Vergurp, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Hoi, goedenavond. Ja. Er is een heel discussie vanavond, hoop ik, want dat is de bedoeling. Hè? Raadsleden die wisselen mening uit over vertel zelf maar. Over het tarief van de afvalstoffen. Van de afvalstoffen, ja. Oké. En iets in de zomer, dat heb ik ook nog gelezen. Wat zijn eigenlijk twee onderdelen inderdaad. Het gaat enerzijds over het tarief, dus wat betalen we voor de groene en de grijze kliko, zeg maar. Dat is voor iedereen denk ik duidelijk. En omdat het best veel geld kost, is ook het voorstel gedaan, is eigenlijk het tweede deel van het voorstel van vanavond, dus om de zomerrondes voor het GFT, die nu wekelijks worden gedaan, zeg maar, om die terug te schroeven naar twee wekelijks, om zo kosten te besparen. Ja. En wie heeft dat voorstel gedaan dan? Het college. Dus burgemeester-wethouder hebben een voorstel gedaan. Ja. En als jullie met elkaar nou zeggen, nou dat vinden we niks. Nou, dan zal ik vertellen wat de aanleiding is. Ja. Want we stellen elk jaar in december de tarieven vast. Ja. Onder andere ook de tarieven voor het ophalen van een keer de grijze kliko en een keer de groene kliko. Mm-hmm. En we hebben afgelopen december gezien dat die tarieven erg verschilden. Die waren veel hoger dan het jaar daarvoor. Oh. En het jaar waren ze dus een stuk lager. En we hebben eigenlijk gezegd, en we zagen eigenlijk gedurende de jaren zeg maar, een soort van golfbeweging die we eigenlijk te groot vonden. Zeg maar. Ja. Te veel grote verschillen per jaar. Ja. Hebben we gezegd eigenlijk van tegen de portefeuille houden van middels een amendement. Wat is dat, een amendement? Een amendement is eigenlijk een toevoeging op een raadsvoorstel. Dus op het raadsvoorstel van alle tarieven hebben we eigenlijk gezegd als raad tegen het college kom voor de begroting van 2025. En wanneer wordt die behandeld? Die wordt in november behandeld. Ja. Kom dan met een voorstel waarin we wat beter zicht krijgen op die tarieven. Want wij willen dat eigenlijk anders. Kom dan met een paar scenario's, de raad. Wil de raad het anders of wil ook de PvdA het anders? Ook zeker. Wij waren daar best kritisch over die, zeg maar die schommeling van die tarieven. Ja, dan, ja. De inwoners weten niet waar ze aan toe zijn. Bij wijze van spreken krijgen ze het ene jaar hoog en de andere keer laag. Ja, het ene jaar krijgen ze bij wijze van spreken geld terug en de andere jaar moeten ze dik bijbetalen. Dus dat is niet handig. Maar is het niet moeilijk te bepalen dan door? Want het college doet die contact, of de portefeuillehouder, wie is dat van dit onderwerp? Harry Bakker. Oké. Okay. Ja. En is dat niet heel lastig dan? Want dan krijg je een ander bedrijf of er wordt weer meer belasting. Of... Is ook lastig. En een van de aanleidingen van het amendement was die schommelingen. De andere was dat we ook het ophalen van de kliko's is opnieuw aanbesteed. En die aanbesteding viel ook nog eens een keer veel duurder uit.
Oh, dus een ander bedrijf zoeken die dat wilde doen? Ja, we doen het natuurlijk niet zelf. Dat wordt door een ophaalbedrijf wordt dat gedaan namens de gemeente. Ja, ja, dan moeten ze zoeken, dat noem je aanbesteding. Moeten ze zoeken. Ja, ze zoeken gewoon een geschikte marktpartij. Dan vragen ze uit. En zo bedoel je. En dan niet altijd de goedkoopste? Maar niet altijd de goedkoopste. Nee? Soms wordt er gekeken naar de kwaliteit bijvoorbeeld van de service of de dienstverlening of de afvalverwerking in dit geval. Ik weet niet precies de inhoud van die aanbesteding, maar... Er is uiteindelijk een partij uitgekomen, alleen bleek wel dat het dus 3 ton duurder was dan we voorheen betaalden. Ja, want we praten natuurlijk over hele grote bedragen waar je natuurlijk helemaal geen flauw, helemaal niet bij stilstaat als jij met je kliko op straat zet en blij is als die weer leeg is en terug gaat. Ja, dat klopt. Dus het is gigantisch. Ja, het is het ophalen, het is het in stand houden van een milieustraat, het is ook... Het gratis ophalen van plastic en papieren, dat valt er allemaal onder. Het is natuurlijk één groot pakket en dat noemen we dan de afvalstoffen. Ja. Die kosten daarvoor worden betaald uit het vastrecht. Dus eigenlijk wat iedereen betaalt. Ieder inwoner. Ja. Of je nou vuil buiten zet of niet. Ja, klopt. Oh, okay. Dat is, dat is met het riool zo en dat is natuurlijk wel bij meer zaken zo. Dus dan noemen we het vastrecht. Mm-hmm. En daarnaast betalen we dan ook nog eens keer per lediging... een bedrag. Dus zet je elke week de kliko op straat om de 2 weken in dit geval, dan ben je meer kwijt dan iemand die... Maar er is dus geen verschil in als je een eenpersoonshuishouden hebt of een vijfpersoons? Nee, een kliko is een kliko, om zo maar te zeggen. Want niet iedereen heeft natuurlijk hetzelfde vuil, maar goed, dat is even buiten beschouwing. Klopt. Er zijn wel mensen met een kleinere kliko bijvoorbeeld in een appartement of zo. Oh, of er zijn mensen die maken bijvoorbeeld gebruik van een afvalcontainer, zo'n verzamelcontainer. Dat kan ook natuurlijk. Daar zijn weer andere tarieven, er is wel verschil. Ja, zit er een bepaalde balans in die tarieven, het verhogen van die tarieven? Ja, we werken volgens het DIFTAR-systeem, dat is een ingewikkeld Hoef je niet uit te leggen. Nou ja, TAR betekent tarieven en DIF betekent differentiëren.